Gemeente, we gaan een gedeelte lezen uit Gods woord, uit het Bijbelboek Richteren. En wij lezen uit het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing voor de preek vindt u in Richteren 13, vers 1 tot en met 14. De kinderen van Israël, dus het volk van Israël, voeren voort. Ze gingen door met te doen wat kwaad was in de ogen van de Heere. Zo gaf de Heere hen in de hand van de Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heeren verscheen aan deze vrouw en hij zei tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank. En eet niets onreins, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zei tot mij, zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn. Van moeders buik af tot op de dag van zijn dood. Toen aanbad Manoach de Heere vurig en zei, och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, maar haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen en zij zei tot hem, zie, die man is mij verschenen welke op die dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na en hij kwam tot die man en zei tot hem, zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, nu dat uw woorden komen, maar wat zal de knechtjes wijzen en zijn werk zijn? De engel des Heeren zei tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok van de wijn voortkomt. En wijn en sterke drank zal zij niet drinken. Nog iets onreins eten, al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord als de schriftlezing voor de preek. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen in Richteren 13. Ik lees in het bijzonder het vijfde vers, Richteren 13 vers 5. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër Gods zijn van moeders buik af en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Gemeente, we schrijven als thema boven de preek Gods trouw. Gods trouw, hè, die zien we in deze geschiedenis tegenover Israël, dat steeds weer afwijkt van de Heere. En dat de Heere in zijn trouw voor verlossing zorgt. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste de belofte. Dus de belofte dat er een kind geboren zal worden, dat zal beginnen Israël te verlossen. De tweede gedachte is de toewijding. Hij zal een Nazireër zijn van God. Betekent heilig, apart gezet, toegewijd aan God. En de derde gedachte is de verlossing. Hij zal beginnen Israël te verlossen. Dus het thema is Gods trouw. Drie punten, de belofte, de toewijding en de verlossing. Geliefde gemeente was een echtpaar en ze hadden één kind, een zoon. En die jongen die groeide op, wat waren ze er blij mee? Een kind gekregen. Misschien wel vaak gedacht dat dat niet zou gebeuren en nu hadden ze toch een zoon. Maar toen de jongen ouder werd, volwassen werd, of eigenlijk begon het al in zijn tienerjaren, toen ging het niet goed met die jongen, met hun zoon. Daar hadden ze veel verdriet over.
En ze merkte dat hij onder verkeerde invloed was en hij ging ook verdovende middelen gebruiken. Hij raakte verslaafd. Verslaafd aan drugs. Dan heb je veel geld nodig. En daarvoor ging hij stelen. Hij ging zelfs stelen van zijn eigen ouders. Hij had pijn. Heel veel verdriet gehad van hun kind. Eigenlijk niet goed uit te leggen. Niet te beschrijven wat dat betekent. En elke keer beloofde die jongen verbetering. Nou, hij zou het nooit meer doen. Onder tranen. Hij zou het echt anders gaan doen voortaan. Maar dat lukte hem niet. Elke keer viel hij terug. En op het laatst was dit niet meer te houden voor die ouders. Ze konden er niet meer mee omgaan. Hij kon niet meer thuis wonen. Ja, dat verscheurde hun hart. Maar zij konden dat niet volhouden. Hoe graag ze ook wilden. We zouden kunnen zeggen dat het volk van Israël de zoon van God is. Zo noemt de Heere zijn volk ook wel. Israël, mijn zoon. Ja, wat was er een blijdschap, wat was er een vreugde toen Israël door de Heere verlost is uit Egypte, uit de slavernij daar en verlost van de dreiging van Farao die met zijn leger achter het volk aankwam. Maar toen heeft God hen door de Rode Zee geleid en Farao is daarin verdronken met zijn leger. Toen hebben ze gezongen, ze waren zo blij. Maar nu is dat volk in het beloofde land, dat de Heer aan hen had beloofd. En als je dan het Bijbelboek Richteren leest, dat is de tijd voordat er koningen waren, dus voordat Saul en later David koning werden. In die tijd van de Richteren, een richter is iemand die het volk bestuurt, omdat er nog geen koning is. In die tijd deed iedereen maar wat hij zelf wilde. En we lezen dat elke keer het volk bij God vandaan ging om afgoden te dienen. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in hoofdstuk 10, vers 6. Toen voeren de kinderen van Israël voort, dus toen ging het volk van Israël weer verder te doen dat kwaad was in de ogen van de Heere. En ze dienden de Baals, dus dat was een afgod, maakten ze mooie beelden, daar knielden ze voor neer. En de Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de kinderen Ammons met de goden van de Filistijnen. En zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Elke keer. En dan brengt de Heere hen in nood, dan komen de vijanden. Dan wordt het volk onderdrukt en dan zie je dat ze vaak weer gaan roepen tot de Heere. Dat lezen we in vers 10 van hoofdstuk 10. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende, wij hebben tegen u gezondigd. Zo omdat we onze God hebben verlaten als dat wij de Baals gediend hebben. Kregen ze berouw, gingen ze hun schuld belijden. En ja, dan verloste de Heere hen weer, elke keer. Maar dat herhaalde zich, net als bij die jongen. Ze waren verslaafd aan het dienen van de afgoden. En dat heeft de Heere heel veel verdriet gedaan. Dat heeft het hart van de Heere, met eerbied gesproken, verscheurd, zoals dat gebeurde bij die ouders. Je zou het kunnen vergelijken met de situatie van een huwelijk, waarin de vrouw elke keer met een andere man meegaat. Dat verscheurt. Dat is toch niet vol te houden. Nou, dat is wat Israël doet tegen God. En wij zouden zeggen, ja, nu kunnen we echt niet meer verder. Die ouders konden echt niet meer verder met die situatie. Ze hadden daar de kracht niet meer voor. En dan lezen wij in het hoofdstuk dat we hebben gelezen, daar lezen we dat de Heere toch komt naar Israël om hen te verlossen. En daarom schreven wij boven de preek Gods trouw. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat God verder gaat met een volk dat elke keer zo goddeloos bij hem vandaan gaat.
Ze dienen de afgoden. Ze kijken naar de volk om hen heen. En daar zien ze die mooie afgodsbeelden en denken, dat wil ik ook. Een God die je kunt zien. En die je kunt maken zoals je hem hebben wilt. En zo gingen ze elke keer bij God vandaan. En nu is de situatie wel heel erg verdrietig, want zij worden vanwege hun zonde onderdrukt door de Filistijnen. En dat duurt heel erg lang. We hebben in Nederland de Tweede Wereldoorlog gehad. Kinderen, jonge mensen, jullie hebben daar wel eens over gelezen, denk ik. Over gehoord, misschien wel eens een filmpje over gezien. Dat Duitsland hier in Nederland de baas was, met soldaten, ons land onderdrukte. En ja, toen was er angst. En ze konden dingen van je afpakken. En er kon 's nachts zomaar een vrachtauto de straat in rijden. En ze konden komen om je gevangen te nemen. Het duurde 5 jaren. 5 donkere jaren in Nederland. Maar deze onderdrukking door de Filistijnen, die duurt 40 jaren. 40 jaren. Onvoorstelbaar. Wat heeft het volk moeten lijden? Wat hebben de zonden verschrikkelijke gevolgen? Dat hebben de Israëlieten moeten voelen. Ja, dan lijkt het toch alsof je er nooit meer uitkomt. Alsof dat nooit meer goed zal komen. En dan ineens lezen we, en er was een man van Zora uit de stam van Dan. En die man die heette Manoach. Manoach, wat betekent dat eigenlijk? Manoach betekent onderdrukking. Hij draagt de naam van de situatie van het volk. Ze worden onderdrukt door de Filistijnen. Die lopen door hun straten. Die hebben het voor het zeggen. Die kunnen hun eigendommen afpakken. Die veroorzaken hen angst. 40 jaren. Manoach, onderdrukking. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. Zomaar een gezin ergens in Israël. En dan komt er een engel van de Heere. En die verschijnt aan deze vrouw. Een engel van de Heere. Het staat met een hoofdletter in deze Bijbel terecht. Want later merken wij dat het de Heere zelf is. En dan moeten wij denken aan de Heere Jezus. Voor die mens werd, kwam hij als engel van de Heere herhaaldelijk al op aarde. En die komt naar deze vrouw toe en die begint haar aan te spreken. En die geeft haar een belofte. Een vrouw, ja, hoe heet ze eigenlijk? De vrouw van Manoach. Nou, dat staat er niet. Zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. Dus de naam van die vrouw, die weten we niet eens. Voor ons is ze naamloos. Maar voor de Heere niet. De Heere weet van haar af. Wat zal er allemaal door die vrouw heen gegaan zijn? Ze is onvruchtbaar, ze heeft geen kind. Wat kan dat een groot verdriet zijn? En wat was er dat ook in het bijzonder in de tijd van de Bijbel? Waar elke vrouw verlangde om een kind te krijgen, dat uit haar de verlosser die beloofd was geboren zou worden, maar zij heeft geen kind. Hoe vaak zal ze erover gesproken hebben met haar man? Hoe vaak zullen ze gebeden hebben, hun handen gevouwen en toch geen kind? Het leek wel alsof God naar hun gebeden niet luisterde. Ja, misschien wel herkenbaar. Dat je nood, je verdriet, misschien een nameloos verdriet, zoals bij deze nameloze vrouw, bij God brengt. Maar luistert de Heere wel? Ja, de Heere weet van haar situatie. De Heere kent haar. En op zijn tijd komt deze engel naar deze vrouw toe. God heeft een plan met haar leven. Is het verdriet, gemeente, is het verdriet ook niet heel vaak een leerschool in dit leven? Wij willen natuurlijk allemaal graag voorspoed. Dat het goed gaat. Dat de dingen voor de wind gaan, makkelijk gaan. Dat we geen zorgen hebben, geen pijn, geen angst. Iemand die schreef daar
een stukje over. En die zei, die tekent voorspoed eigenlijk als een persoon waarmee je kunt wandelen. Dus als het goed gaat in je leven, zou je kunnen zeggen, dan wandel je door het leven naast voorspoed. En hij zegt, ik wandelde een aantal kilometers met voorspoed. En voorspoed babbelde de hele tijd. Het was gezellig en aangenaam. Maar na die tijd had ik niets geleerd, was ik niets wijzer geworden. En toen wandelde ik een aantal kilometers met verdriet. Dus verdriet als een wandelaar die naast je loopt in dit leven. En verdriet zei geen enkel woord. En zo gingen we zwijgend die kilometers samen. Maar oh, wat leerde ik veel toen ik wandelde met verdriet. Is dat niet vaak de ervaring? Geen antwoorden vaak op, maar waarom gebeurt dit bij mij? Waarom moet ik dit meemaken? Maar zet het ons niet tot nadenken? Brengt het ons niet tot zelfonderzoek? Brengt het ons niet naar het woord van God? Brengt het ons niet op onze knieën? Wat leren wij vaak veel in tijden van verdriet, van beproeving? Deze vrouw met haar verdriet, er komt een engel. De engel des Heren komt naar haar toe. Hij komt met een belofte. Hij zegt, u bent onvruchtbaar, hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Heeft de Heren haar niet daarop voorbereid, voor een bijzondere taak gereed gemaakt? U zult een zoon baren, een kind krijgen. Die belofte krijgt ze. En het zal niet zomaar een kind zijn. God heeft een plan met dit kind. Want wie is dat kind dat geboren zal worden? Dat is Simson, die sterke leider van het volk. Die Israël zou gaan verlossen uit de macht van de Filistijnen. God komt met zijn belofte naar een volk dat voortdurend bij hem vandaan is gegaan. We lezen niet eens in deze situatie dat ze gebeden hebben, berouw hebben getoond. Maar de Heere komt. En daarin voelen wij iets van zijn onbegrijpelijke trouw, zijn verbondstrouw. Hij heeft met dit volk een verbond gemaakt. En dat laat hij nooit meer los. Daar zijn wij ook getuigen van. Israël is er nog. Ondanks alle haat en vijandschap in de wereld. Gods verbondstrouw. Dat komt helemaal bij de Heere vandaan. Als je daar wat langer over nadenkt, als je jezelf wat meer leert kennen, met al je zwakheid, als je tot ontdekking komt, ik ben eigenlijk niet beter dan Israël, ook mijn hart is voortdurend en blijft ook geneigd om bij God vandaan te dwalen, mijn eigen weg te gaan, toe te geven aan de begeerte van mijn zondige hart. Nou, dan wordt het een heel groot wonder. Dat de Heere trouw is. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dus hij gaat een verlosser sturen. Een Simson zal geboren worden. Die belofte doet ons toch denken aan de belofte van de geboorte van de Heere Jezus. Hoe een engel kwam naar Maria en dat zij de belofte kreeg dat ze een zoon zou krijgen. Zijn naam zou Jezus zijn. Hij zou zijn volk zalig maken van hun zonde. Nee, Israël had het niet verdiend. Wij hebben het ook niet verdiend, gemeente. Maar God neemt het initiatief. Zo komt hij vanmorgen ook naar ons toe met zijn woord, naar u, naar jou. Wie ook bent, jongens en meisjes, waar jij je ook bevindt, waar ben jij
mee bezig in je leven? Misschien wel helemaal niet met God. Misschien wel helemaal niet met zijn dienst. Misschien besteed je je tijd dan van alles en nog wat, maar behalve aan het woord van God. Wat is dat verdrietig? Wat doen wij de Heere daarmee verdriet? En toch heb ik hoop voor jou. Niet omdat ik denk dat er van jouw kant verbetering is te verwachten, maar omdat God zo onuitsprekelijk genadig is en trouw. En daar zijn de voorbeelden van, hoe dat God kwam, zoals hij hier komt naar Israël, dat hij zomaar jouw leven wil en kan binnenkomen. Dat hij je stilzet, dat hij je gaat verlossen uit de macht van de zonde. Oh, het is mijn vurig verlangen dat dat jouw gebed zal zijn. Heere, maak mij los uit de banden van de zonde. En dan mag je weten dat God dat wil doen. Zijn woord staat vol met beloften. Er zal een zoon geboren worden uit deze vrouw. Ze zal de moeder worden van Simson. En dan komen bij de tweede gedachte, de toewijding. Er is iets bijzonders aan de hand met dit beloofde kind. Want wat zegt de engel? De engel zegt, wacht u, dus let op. Drink geen wijn, drink geen sterke drank, geen alcohol en eet niets onreins, want u zult zwanger worden en een zoon baren. En op zijn hoofd zal geen scheermes komen, zijn haar zal niet geknipt worden, want dat jongetje zal een Nazireër van God zijn. Wat is dat, een Nazireër van God? Ja, daarover lezen we in het Oude Testament, in Numeri 6. Een Nazireër, dat is iemand die is toegewijd aan God. Geheiligd, apart gezet voor God. Dat kon in Israël gebeuren voor een bepaalde periode. Dat iemand een belofte deed en voor een bepaalde periode geen wijn dronk, zijn haar niet knipte en geen dode aanraakte om niet onrein te worden, en die periode helemaal toegewijd zou zijn aan God. Heilig voor God. Maar hier gaat het over een levenslang Nazireërschap. Simson zal geboren worden om zijn leven lang, dat is het doel, dat is wat de Heere wil, zijn leven lang toegewijd te zijn aan de Heere. Maar wat opvalt is dat niet alleen Simson geen wijn mocht drinken, maar zijn moeder ook al niet. Zijn moeder moest al tijdens de zwangerschap zich houden aan de regels van het Nazireërschap. Heilig leven, toegewijd aan de Heere. Ja, we zouden kunnen zeggen dat is toch ten diepste wat de Heere van ons allemaal vraagt, van u, van jou, van mij. God is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. Hij onderhoudt ons leven. Als hij mij vanmorgen de kracht niet had gegeven, dan had ik niet kunnen opstaan om een werk te doen. Dan had u niet naar de kerk kunnen komen. Dus alles wat we hebben en alles wat we zijn, dat hebben we aan God te danken. Terwijl wij vaak doen alsof dat allemaal aan onszelf te danken is. Of denken dat we dat mogen gebruiken zoals we zelf willen. Dat is een grote vergissing. De Heere heeft er recht op dat wij ten diepste allemaal als een Nazireër zouden leven. Ik bedoel dat wij heilig voor Hem zouden leven. Toegewijd aan de Heere. Geen wijn drinken, dat mag die moeder niet doen en Simson ook niet. Dus niet bedwelmd worden door alcohol. Nou, we zouden dat als het gaat over de toepassing naar onszelf toe ook breder kunnen trekken. De Heere wil niet dat wij worden toch christen genoemd naar de naam van Christus. De Heere wil niet dat wij bedwelmd worden door de dingen van deze wereld. Deze wereld heeft ons heel veel moois te bieden. En je kunt er zo van vervuld zijn
dat het je denken bedwelmt en je als het ware daardoor helemaal in beslag neemt. Dat wil de Heere niet. Want Hij wil de eerste zijn in ons leven. En daar heeft U recht op. En gemeente, ik hoop dat u dat ook ervaart en weet. Dat is ook het enige waar je echt gelukkig van wordt. Jongens en meisjes, ouderen. Als de Heere de eerste is in ons leven. Ik zeg niet dat je dan geen moeilijke dingen meemaakt. Maar daarmee komt er een diepe rust in ons hart. Een groot geluk dat de hele wereld niet kan overtreffen. Nee, laten wij ons niet laten bedwelmen door deze wereld. De wereld strekt wel zijn handen naar ons uit. De wereld komt naar jou en mij toe met al zijn verleiding. Kijk toch eens hoe mooi ik ben. Drink ervan met volle teugen. Zodat je bedwelmd wordt door het genot van de wereld en God vergeet. Dat je bedwelmd wordt door de overvloed en de voorspoed en niet leeft voor je schepper. Dat zou de duivel graag willen. Die spant samen met de wereld. En die wereld die zit hier van binnen in mijn hart. Dus die drie die spannen samen. Mijn oude zondige natuur. En de verleiding van deze wereld. En de vorst van de duisternis. Maar het doel van de duivel is om ons te vermoorden. Om ons voor eeuwig ongelukkig te maken. Om God van zijn eer te beroven in ons leven. Lukt hem dat bij jou, bij u? Van nature moeten we zeggen, maar al te vaak. Maar daarom is de Zoon van God geboren. De grote Nazireër. Hij die daadwerkelijk toegewijd aan God heeft geleefd. Plaatsvervangend voor zondaren. Christus, hem heb je nodig. In hem zul je vinden wat je zelf niet hebt. Geen wijn, je niet laten bedwelmen in dit leven, maar laten vervullen door de Heilige Geest. Laten leiden door het woord. Niet onrein worden. Zo'n Nazireër mocht geen doden aanraken, want dan werd je onrein. Niets onreins eten. Rein leven voor God. Nou, dat kunnen we ook toepassen op ons eigen leven. De zonde verontreinigt ons. God haat alle onreinheid. Zonde is geestelijk overspel. Zoals Israël dat deed. Afgodendienst. Iets anders het belangrijkste maken in je leven. In plaats van God. Aan iets anders je hart geven. Dat zou toch je huwelijk verscheuren als je man of vrouw zijn hart aan een ander geeft. Dat deed Israël. Ze gaven hun hart aan de afgoden. Dat doen wij vanuit onszelf zo vaak. Ons hart geven aan de zondedienst in plaats van aan de wereld. Geen doden aanraken. Je zou dit ook heel godsdienstig kunnen toepassen. Als wij ons behoud zoeken in onze eigen werken, doen wij de Heere daarmee verdriet. Gaan wij voorbij aan Christus. Als wij bouwen op onze eigen vroomheid, op onze eigen netheid en godsdienstigheid en denken daardoor in de hemel te komen, dan zeggen we eigenlijk, ik heb de Heere Jezus niet nodig. Hij had voor mij niet in de wereld hoeven komen. Ik los dat zelf wel op. Voelt u hoeveel verdriet we daar de Heere mee doen? Eigen gerechtigheid, dat zijn eigenlijk dode werken. Dat is net zo onrein als de vuilste zonde. Daar doen wij de Heere ook verdriet mee. Werken zonder geloof. Zonder op hem te vertrouwen. Zonder het van hem te verwachten. Zonder de Heere de eer te geven. Het valt wel op dat de moeder van Simson al zich aan die regels moet houden. Zij mag geen wijn drinken. Dus de moeder wordt erin betrokken. In het leven van dat kind. Zo is het toch ook, gemeente. Dat beseffen we toch eigenlijk ook wel.
Heeft een moeder niet een onuitsprekelijk grote invloed, geestelijke invloed ook, in het leven van haar kind, haar kinderen? Ja, daarmee heeft een kind de eerste band, letterlijk. Maar we zouden ook kunnen zeggen, voor elk mens geldt de eerste liefde, dat is je moeder, uit wie je geboren bent. En wat heeft een moeder dan een bijzondere verantwoordelijkheid en taak erin? Vaders ook, jazeker. Maar de band met een moeder is uniek. En dat klinkt eigenlijk door in deze tekst. De moeder van Simson moet zich houden aan de regels van het Nazireërschap. Een moeder vormt toch het kind, het karakter, het denken en de vader. Ze doen het samen. Ja, daar zit natuurlijk ook een praktische les in. Wat is het belangrijk dat moeders proberen om zoveel als mogelijk is hun eigen kind op te voeden, zodat ze dat kind leidt, kon het zijn naar de Heere Jezus toe. En de band die God gegeven heeft, zo ook versterkt, gebruikt zal worden om een nieuwe generatie heilig en toegewijd voor de Heere te laten opgroeien. Ik weet, dat is een zaak van gebed. En dat is het toch ook? Al voor de geboorte van kinderen bidden ouders toch, bidden ook moeders voor hun kinderen. Laat mijn kind een kind zijn, Heere, dat leeft voor u, voor uw eer, voor uw koninkrijk, voor uw dienst. En laten we als ouders het hen ook dan voorleven. Onze woorden mogen toch nooit in strijd zijn met wat we doen. Als we zeggen tegen onze kinderen, je moet voor de Heere leven, en we leven zelf voor de wereld, ja, dan helpen onze woorden niet. Want onze daden spreken luider dan onze woorden. Toegewijd aan de Heere. We komen bij onze derde gedachte, de verlossing. Dus de belofte, de toewijding en de verlossing. Er staat in onze tekst, gij zult zwanger worden, een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Dat knechtje zal een Nazireër van God zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Dat zou Simson doen. Hij zou buitengewone kracht hebben. Door de Heilige Geest zou hij met grote kracht, wat spreekt hij tot de verbeelding van kinderen, van volwassenen ook, Simson, die sterke held, die alleen een heel leger van Filistijnen versloeg. Door de kracht van God, door de kracht van de Heilige Geest. Hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Hij zou beginnen. Hij zou het niet voltooien. Simson bleef altijd maar een beginneling. Tot groot verdriet van zijn ouders heeft Simson dingen gedaan die zij niet begrepen. Waarom wilde hij trouwen met een Filistijnse vrouw? Waarom ging hij elke keer weer terug naar een Filistijnse vrouw? Uiteindelijk heeft hij niet alleen hen, maar zichzelf heel veel verdriet gedaan door zijn grote geheim te verraden aan Delila. Simson, sterk. Of moeten we zeggen, Simson, zwak. Zo zwak dat een vrouw hem heeft overwonnen. Simson, die elke keer weer toegaf aan de verleidende aantrekkingskracht van de zonde. En toch lezen wij zijn naam in Hebreeën 11. Daar wordt hij genoemd als een van de geloofshelden, Simson. Toch door God gebruikt, schreven boven de preek, Gods trouw. Dat geldt ten opzichte van Israël. Dat geldt ten opzichte van Simson.
Een richter die zo sterk was, maar die ook zo ontzettend zwak was, dat hij geen weerstand kon bieden aan de zachte vrouwenhanden die hem verleidden, aan haar woorden, aan haar ogen, en zich heeft laten verstrikken door Delila. Simson. Nee, Simson was niet de grote verlosser. Hij begon Israël te verlossen. Hij heeft dat niet kunnen voltooien. Het doet ons eigenlijk denken aan wat er staat in de catechismus toch. De allerheiligsten, dus de mensen die het meest toegewijd leven aan God, die hebben nog maar een klein begin van die nieuwe heiligheid. Is dat misschien jouw strijd, jouw ervaring? Het zou zomaar kunnen dat hier mensen zitten die denken, dominee, ik geloof niet dat het voor mij is. Want ik doe elke keer nog weer zoveel verkeerde dingen. U bedoelt net als Israël. U bedoelt net als Simson. Maar is dat dan de reden waarom u niet zalig zou kunnen worden? Heeft u dan niet gehoord dat er een verlosser is gekomen? Heeft u dan het evangelie niet verstaan dat de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken? Mensen die het elke keer weer verkeerd doen. Mensen die het zelf niet in orde kunnen maken. Heb jij dat misschien ook? Dat je denkt, dan wil ik voor de Heere gaan leven. Ik probeer geen ruzie meer te maken. Ik probeer gehoorzaam te zijn aan mijn ouders. Ik probeer te doen wat de Heere zegt. En elke keer doe ik het weer fout. Misschien komen uw kinderen wel eens zo naar u toe, ouders. Wat heeft u dan een prachtige gelegenheid om naast hen te gaan zitten. En te zeggen, ik herken dat. Ik heb ook zo'n zondig hart. Maar weet je, daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Dat zeg ik nu vanmorgen tegen jou. Jij die dat zo moeilijk vindt. Daarvoor kwam de Heer Jezus. Om zondaren zalig te maken. Mensen die zo zwak zijn als Simson. Al zijn ze misschien lichamelijk nog zo sterk. Die elke keer weer in de zonde vallen. En de duivel is er dan als de kippen bij. Want die fluistert je in, kijk wat je gedaan hebt. En denk dus niet dat jij zalig zou kunnen worden. Denk maar niet dat God met jou te maken wil hebben. Anders zou je wel anders leven. Maar dat is de omgekeerde wereld. Als ik anders zou leven, had de Heer Jezus niet hoeven komen. Maar alleen door Hem kan ik zalig worden. Hij is gekomen voor de grootste van de zondaren. Dus dan mag je met je gebrek en je zwakheid bij Hem komen. Simson zou beginnen Israël te verlossen. David heeft later de Filistijnen verslagen. David was ook zo zwak. Zo'n zondaar. Maar uit David is de grote verlosser geboren, de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat grote werk van verlossing volmaakt gedaan. Hij heeft alles gedaan wat nodig is om zalig te worden. Dat betekent dat daar niets meer bij hoeft. Dus dan kan het toch voor jou, ook al val je elke dag in de zonde. Ook al struikel je vele keren per dag. In gedachten, weer die verkeerde zondige begeerte. In wat je zegt, toch weer kwaad gesproken. Over mijn naaste, of niet goed gesproken over de Heere, in wat je doet, dan kun je toch zalig worden. Want de Heer Jezus kwam voor zondaren. Ja, dominee, maar dan moet er toch iets gebeuren in ons leven. Ja, wat moet er gebeuren? Dat je op Christus ziet. Zegt, Heere, ik kan het niet. Ik heb het verzondigd. Maar ik geloof dat u het kunt doen. Dat u alles heeft gedaan om mij zalig te maken. Ja, we zouden Simson die sterke held kunnen noemen.
Maar als het over de Heer Jezus gaat, dan moeten we zeggen, hij is de sterkste. Hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft voor de zonde betaald. Hij heeft de dood overwonnen. Wat zou ik nog vrezen als ik bij hem hoor? Ja, maar mijn leven moet toch ook veranderen? Ja, dat komt daarna. Als je gelooft dat dit het evangelie is. Dat een die sterker is dan Simson, de Heer Jezus Christus. Die volmaakt heeft toegewijd geleefd aan God. Gekomen is om alles te doen om zondaren zalig te maken. Als je daarop rust. Wie je ook bent. Wat je ook gedaan hebt. Als daar het fundament is van je leven. Als daar je enige verwachting is. Nou, dan zal hij ervoor zorgen dat je leven anders wordt. Als je dat mag geloven, dan komt zijn liefde in je hart. Zeg, Heer, wat bent u goed dat u dat voor mij heeft willen doen. En dan wil je niet meer zondigen, ook al doe je het nog zo vaak. Dan is je wil veranderd. Dat doet de Heilige Geest, dat doet de Heer. Dus gemeente, dan kan iedereen zalig worden. Oh, dan zou het toch verschrikkelijk zijn als er hier iemand is in de kerk. Of iemand die thuis meeluistert. En dit evangelie hoort. En die door zou leven buiten Christus. Zonder op hem te zien. Zonder voor hem te knielen. Zonder alles aan hem te belijden. Zonder alles van hem te verwachten. Dan heb je de weg geweten. En niet bewandeld. Dan zal de straf in de hel dubbel zwaar zijn. Omdat je dan die wroeging er ook nog bij hebt. Ik wist de weg. Het is mij duidelijk aangezegd. Maar ik wilde niet luisteren naar de stem van het evangelie. Naar de stem van de Heer Jezus. Die geroepen heeft, het is volbracht. Worstel je ermee? Wie zal mij verlossen? Ja, dat was de vraag van Paulus. Maar hij wist het wel. Hij zegt, ik dank God door Christus, door hem, verlossing voor jou, voor u. Genade, overvloeiende, voor de grootste van de zondaren. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 73 en daarvan het 12e vers. Psalm 73, vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten. Wel of omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Dat is wat de Heer wil doen. Hij wil ons bij onze hand nemen en ons leiden door dit leven. Psalm 73, vers 12.